gemeenschapsleven, dat sprak ons aan. En dan van grootvader en ouders en automatisch rolde erin. Maar ik vind het wel tof, het is aangenaam, het is spannend, het is boeiend. Jules, is dat bij jou ook zo dat je al van kleins af aan geboeid bent door de politiek? Helemaal niet. Ik ben eigenlijk op een bijzondere manier aangesproken geweest door het project dat hier nu ontstaan is. En dat ik met mijn fiets door de Gildestraat reed en ik durf kijken naar het volkshuis en ik kwam thuis, moest ik gaan biechten. En dat is eigenlijk helemaal veranderd. Er is groen erbij gekomen op een VLD. Als de mensen die initiatief nemen gemotiveerd zijn om in dat project te stappen, dan zegt mij dat iets. En daarom is politiek bij een Kruidbeken vanaf die moment enorm beginnen boeien. En ik denk dat we bezig zijn met een boeiend verhaal te schrijven. In TOCMW trachten wij de mensen te helpen die nood hebben aan hulp. En vanaf dat ik hoorde van het project van Samen voor Kruidbeken, dacht ik, dat is het. Als de mensen mij vragen, en hoe is dat nu zo scheten zijn, moet ik nog altijd heel enthousiast mijn huppelpasjes bedwingen. Want ik vind echt waar, ik meen dat echt, ik vind het plezant. Ik vind het echt plezant om dat beleid mee te sturen, om beslissingen te, keuzes te maken, waar wij van denken van, dat is nu goed voor Kruidbeken. Wat is de belangrijkste raad die je van je papa hebt meegekregen? De belangrijkste raad dat hij mij nog altijd zegt is, politiek, dat is een hobby. Uw gezin komt op de eerste plaats, uw werk op de tweede plaats, maar politiek, dat moet je alleen maar doen omdat je dat graag doet. Als je de dingen op een gezonde manier vastpakt, of dat je dan rood, blauw, groen of onafhankelijke bent, op gemeentelijk niveau wil iedereen, zoals Lobby ook zegt, wil iedereen toch de juiste dingen doen. En wil iedereen ervoor zorgen dat een burger de juiste dingen krijgt. Dat hij een goede gemeente krijgt, die niet verwaarloosd is, waar je goede wegen hebt, waar er niet te veel hinder is. Jij bent tegenwoordig veel aanwezig op recepties en evenementen. Ben je eigenlijk nog veel thuis? Ik wil zeggen, dat is mijn grootste droom, ondervraagd worden door mijn dokter als burgemeester. Dus ik zou zeggen, geniet er samen mee van. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we in Kruidbeke gaan praten over het beleid. Niet meer over gevoelens of dat soort dingen meer, maar gewoon over wat we willen doen, waarom we het willen doen, hoe we dat willen uitvoeren. En op dat vlak staat toch ook in onze doelstellingen zijn we ongelooflijk open. We hebben trouwens een geweldig team. Je hebt al twee mensen van ons gezien van Samen voor Kruidbeke. Ik heb ook de mensen van CD&V. De sneeuwval, was dat uw eerste grote probleem als burgemeester of gebeuren er spannende dingen in deze gemeente? De sneeuw is in die zin belangrijk dat je onmiddellijk toont als beleid dat we in staat zijn om dat probleem aan te pakken. En ik heb gemerkt dat al ons personeel, ook de mensen van de technische dienst, enorm gemotiveerd zijn om te tonen dat ze het goed willen doen. Dus dat betekent dat de mensen die voor de sneeuwopruimen gezorgd hebben, die hebben echt meer dan hun best gedaan om dat in orde te gaan brengen. En ik, voor de mensen die ook in andere gemeentes komen, ik denk dat we Kruidbeke wat dat betreft, zowel voor de wagens, maar zeker ook voor de fietsers, dat we er echt goed voor gezorgd hebben. Dus we hebben dat goed aangepakt. Een beleid moet altijd geloofwaardig zijn. We moeten nu vooral alleen maar die dingen gaan beloven, uitdrukkelijk beloven die we kunnen doen. En al de rest zullen we duidelijk maken waarom iets kan en iets niet kan. En zullen we ook een lijn uitzetten van, het zal zo lang duren. Als je in Kruidbeke rondloopt, dan zie je dat onze straten er niet goed bij liggen. Die straten zijn er behoorlijk erg aan toe. Dus ik zal vanavond hier niet beloven dat binnen 6 jaar alle straten of die straten klaar zullen zijn. Wat ik wel weet, is dat we het heel eerlijk gaan vertellen wat we geërfd hebben, wat de financiële situatie is, wat het mogelijk zal maken om te gaan doen, en dan het plan gaan uitrollen. De eerste samenwerking binnen ons Samen voor Kruidbeke is eigenlijk een schitterend verhaal. De samenwerking met CD&V, dus dat gaat goed. Binnen Samen voor Kruidbeke, binnen het college en de meerderheid gaat dat zeer goed. Ja, die eerste gemeenteraad die hebben we gehad op 2 januari, dat was een historische gemeenteraad. Gewoon al door het feit dat het kasteel veel te klein was. In al die jaren dat Kruidbeke de fusie is, is er nog nooit zoveel volk op een gemeenteraad geweest en nog nooit zoveel content volk op een gemeenteraad geweest. Dat is ook zeer belangrijk. Hè? De mensen die daar waren, ik daag u allemaal uit om de foto's te gaan bekijken die door Alex en Claire en anderen genomen zijn, of de beelden die Johan gemaakt heeft. Je kunt aan de mensen zien hoe ze zich voelen.
En de meeste mensen blonken. Dus dat was al een geweldig gevoel. Voor de creatie van het nieuwe logo, wat er voor mij nog uitziet als een zakje M&M's, dat is ontploft. Maar ik neem aan dat als daar een uitleg bij komt, dat er iets moet steken. De mensen die bij ons thuis aan de keukentafel die naam hebben uitgevonden, hebben eigenlijk geweldige dingen gedaan. Hè. Die hebben een naam uitgevonden die alles zegt. Een naam die zegt wat de inhoud is, wat ook de bedoeling is en wat is tijdens hoe dat je aan politiek wilt doen. Samen voor Kruijbeek, dat zegt alles. Dus dat betekent ook dat we nooit, maar ook nooit, deze naam zullen afkorten. Omdat dat onze inhoud is. En daarom moet je ook dat schone verhaal moet je vertellen. Dat moet je vertellen door politiek te doen, dat moet je vertellen door vormgeving. Een samengaan van kleuren en kleuren in beweging. Je kunt er ook het beeld in zien van een paardenbloem. Maar dan een paardenbloem die in bloei staat en die uitwaait. En die zich verspreidt en zorgt voor meer kleur en meer paardenbloemen in de omgeving. Wat nog mooier is, is dat we dat verhaal samen kunnen schrijven met een partner in de meerderheid CD&V, die eigenlijk hetzelfde willen doen, maar vanuit een andere overtuiging. En dat is belangrijk in de politiek. Dus we hebben eigenlijk een hele beweging in Kruijbeek in gang gezet. En ik zou zeggen, als je goesting hebt, je moet geen kleur bekennen. Help ons mee. Want we hebben u nodig om samen voor Kruijbeek en vooral Kruijbeek terug op de kaart te zetten. Ik zou zeggen, ga naar www.samenvoorkruijbeek.be. Bedankt.